Hey en welkom bij de Streamcat Channel. Het kanaal waar je leuke games die niet heel erg bekend zijn de aandacht krijgen. En dit is Happy Game. Een demo wel te verstaan. En het is een game van de makers van Creaks. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is ook een heel leuk puzzelspelletje. En dit, zoals je denkt, denk je Happy Game. Dat is leuk. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo leuk. Het gaat eigenlijk over een jongetje die je door zijn nachtmerries moet heen slepen. Ja, het klinkt heel bizar. Dat is het ook. Geloof mij maar. Hij is lekker aan het slapen. En wordt dan wakker. Ken je dat wel eens? Dat je dan wakker wordt in je slaap en denkt van... Ja, ik moet naar de wc of wat dan ook. Of je hoort wat. Ik denk van, ik ga er op onderzoek uit. Meestal zijn dat de beste dingen om te gaan doen. In je eentje. Lekker. Met schijnwerper op je geplaatst. En terug en... Ja. Oh, wat is daar? Een cadeautje. En ik zie daar echt... schimmen. Met ogen. Ik ben benieuwd. Ik deed het niet helemaal goed volgens mij. Oké, ik moet dus echt aan de koord trekken hier zo. En daar komt een kat uit. Dus een speelgoedkat. Oké. Dat ziet er helemaal niet gek uit. Jeetje. Nou, ik kan er niet heen. Oké, ik kan wel met die clown. Speelgoedclown of zo. Kan ik uit elkaar trekken hier zo. Oh, en... Ik denk... Misschien nu even iets met die kat moet doen. Nee, die doet helemaal niet mee. Nee, ik kan niks met die kat doen. Dus dan moeten we maar... hier aan trekken. Ja, oké, ik trek hem gewoon uit elkaar. Wat is dat nou? Ah, oké, zo'n een Russisch poppetje komt er ook uit. Ja, ik krijg muziekjes uit, maar... Oh ja, inderdaad, zo'n Russisch poppetje die allemaal verschillende poppies worden. En er hangt een kleephol. Ja. Kan er verder weinig mee. Dus nog meer... Nog harder, denk ik. En het wordt steeds... Het ziet er een beetje luguber uit allemaal. Kijk, ja, hop. Oh. Het ziet er steeds minder vrolijk uit. En ze zien er steeds minder vrolijk uit. Vol met bloed of wat slijm. En volgens mij gaan ze uit elkaar knallen of zo, ik weet niet. Wat gaat gebeuren, joh? Vloeien in elkaar en bam. En daar heb je... Oh, wat is dat nou, joh? Hé, een bal. Iets wat gezellig is. Inderdaad, gezellig op het strand met een bal. Daar komt een ventje aan. Hij pakt er gewoon af. Oh, dat is een traumaatje hoor. Ja. Ja, ik weet niet wat die gast daar... Oké. Nou, dan gaan we achter de bal aan. Nou, mooie muziek. Dat klinkt wel heel erg hoopvol en rustgevend. Zoals je ook in een droom doet, dat je ergens achteraan gaat en niet kan pakken. En dan kom je uit bij clownen natuurlijk. Clowns. Die omhoog moet. Geen idee wat je hier moet doen. Oké. Ik kan er wel heen lopen. Dat is wel een verschil van de vorige keer. Ik misschien... Ah, kijk. Oh, kan me wel vastpakken, die ja. Yes. Daar moet ik wat mee doen. Hoogstwaarschijnlijk. Denk weer op het knopje drukken, denk ik daar. Oh. Ja, want daar is het. Kan hij daarop passen? Nee. Oh, nee, ja. Dat is ook niks. Oh, een muur. Dus ja, je moet wel terug. Oké, nou dan moeten we maar weer terug. En die beer die is nog steeds aan het klappen. Ik vind dat nog steeds scary. Het lukt. Yes. Dat kan hem meenemen. Kijk. En dan kunnen ze met z'n allen gaan spelen. Kijk, dat ziet er gezellig uit. In de spotlight. Maar dat gaat natuurlijk niet goed, want... door een soort inktvis of zo, ik weet niet. En die andere heeft, dat ding heeft een... Oh! Klinkt heel hard. Kunnen we verder niks doen? Nog een keer. Ja, ja. Een bizar spel. Als je het een spel kan noemen. En alle speeltjes zijn kapot. Nou, dat is ook niet gezellig. Maar daar is die bal weer. Nou, dan gaan we daar weer achteraan. Misschien naar het volgende gebeuren. Kijk. Die muziek is wel heel gaaf gedaan, moet ik zeggen hoor. Oké, daar hebben we een enorme varken. En die eet ons bal op. Geen idee wat je moet doen. Oh ja, kijk. Misschien moet hij omhoog. Ja. Nog verder dan? Oh, en er komt dan echt een heel vaag ding uit. Ja, via dat andere armpje. Komt hij verder naar voren. En wat is dat dan voor vaag ding? Een soort skeletje of zo. Wat is dat? Nou ja. We kunnen het misschien aanklikken of zo. Ja. Oeh. En die... Wat gewoon. Juist. Een oog. En... wat is dat dan? Komt eruit. Die kan je helemaal uit elkaar trekken. En daar is onze bal. Oh. En wij ook. Nou, daar gaan we weer. Het zag er bijzonder pijnlijk uit. Allemaal kindjes ook aan de achtergrond. Ja, aan het springen. Ziet er dan wel happy uit op, zeg maar. Er zijn wat mindere happy dingetjes daar zo. 3 lichten. bronnen. Oké. Het ziet er ook al vaag uit. Die pop die heeft onze bal opgegeten of zo. Of is er inderdaad terechtgekomen. Oh kijk, je kan die armen langer aan. Oh ja, kijk. Ik denk dat we hem zo moeten draaien. En dat die bal er dan uitkomt. Ik zou zeggen dat dan... ja, oh, die is raakt, dus dan moet die andere... Ja. Oké, maar nu gebeurt er nog steeds niet veel. Nee. Oké, je kan dat hoofd omhoog tillen. Kijk. Yes, daar hebben we onze bal weer terug. Nou. Oh. Ik hoop niet dat hij achter ons aankomt, want dat ziet er vrij scary uit. Ik zou maar... Nou, laten we maar gewoon gaan lopen. Oh, ja, hij gaat achter ons aan, hè. Oh, en hij heeft natuurlijk... van die uitscheve armen. Ja hoor. Oh, dit was Happy Game, de demo. In de lente komt hij uit. En dan kunnen we hem misschien gaan behandelen. Als jullie het leuk vonden, geef een duimpje omhoog. Abonneer. En ik zie je de volgende keer. Bedankt voor het kijken bij de Streamcat Channel.